De Surinaamse economie is uit de recessie van 2015 en 2016. Deze mededeling deed minister Gilmore Hoefdraad gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in DNA. De eerste economische groei is reeds in 2017 geconstateerd. Deze trend is blijven aanhouden en de verwachting is dat het land tegen eind van dit jaar een uiteindelijke groei van 3,4% zal noteren. Aan de andere kant blijft de inflatie steeds dalen, zegt de bewindsman. Ook over de handelsbalans is minister Hoefdraad tevreden. Hogere exporten en in zekere mate importvervanging, daar praten wij over lokaal voedsel en lokale oliederivaten, hebben de handelsbalans verbeterd. Ook de verbeterde dienstenrekening, in dit geval minder uitgaven, droeg bij tot een extern herstel. In 2018 zijn per saldo de deficitreserves toegenomen naar $580 miljoen, hetgeen 4,8 maanden importdekking inhield. Dit nadat wij een importdekking van ampele weken hadden in het diepste punt van de crisis. Per eind april 2019 bedroegen de reserves ruim $612 miljoen. 2015 was dat $330 miljoen. Voor de maand april staan wij dus goed voor een importdekking van iets over de 5 maanden. Hoewel de wisselkoers in 2017 en 2018 een stabiele trend vertoonde, is deze in 2019 onder druk komen te staan. Minister Hoefdraad voerde aan dat deze druk net niet te maken heeft met een tekort aan valuta bij de banken, maar dat dit te maken heeft met de contante US-dollar schaarste. Hij ging ook in op de inkomsten van de staat. Als we kijken naar overheidsfinanciën 2018. Zoals bekend kwam de traditionele bauxietwinning nagenoeg geheel tot stilstand in 2015. Een verlies van minstens $250 miljoen per jaar. Verlies aan vaste en contractor arbeid van ongeveer 2000 man. In 2018 is er in de olie- en goudsectoren sprake van toegenomen output en dienstverlening, waaronder de Newmont-productie uit de nieuwe goedmijn, die goed op schema is, en zijn er voorgaande exploraties met olie-exploraties met buitenlands ondernemingskapitaal. We waren ook blij te vernemen de Saramaca-concessie, waarvan de staat 30% beschikt, op basis van de recente publicaties van IAM Gold, maar ook via conversaties met de CEO, op schema is om productie te beginnen in de tweede helft van 2019. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in DNA. Hij deelde het parlement mee dat de Surinaamse economie teruggeveerd is uit de recessie van 2015 en 2016.